In de reeks Sterke Tijden bevinden we ons in de adventstijd. Ik sta voor de deur en ik klop, zegt de Heer. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en we zullen met elkaar aan tafel gaan. Het is 6:00. Tijd om van onze adventskalender een nieuw deurtje open te maken. Wat roept dit voorwerp bij je op? En wat heeft het te maken met de advent? We legden het voor aan een aantal goede zielen. Given that I need knee surgery, I kind of relate to the guy on the top left with the walking stick. Het ziekenhuis. Het zijn voor een groot deel mensen die ziek zijn. Ook wel een kindje dat net geboren is. Het ziekenhuis vandaag in deze tijden waar ze zo eenzaam zijn. Misschien de uitnodiging om in deze dagen extra aandacht te besteden aan mensen die wat zorg nodig hebben, mensen die wat zwakker in de samenleving staan en die mensen een naam en een gezicht te geven in deze donkere tijden. Want ik zie, het valt mij op de print dat ik krijg, dat geen van de figuurtjes echt een gezicht heeft. Er staan nergens oogjes, als ik het goed zie, er staan nergens echt uitdrukking. En misschien is Advent ook die mensen uit de anonimiteit laten komen, een naam en een gezicht geven. Hey, this is people helping people, and Advent is a time when we need to remember that there are others in the world, and some of them have needs greater than we are, and we should do what we can to help them at all times, but particularly mindful of it at Advent. Je denkt natuurlijk ook aan de welzijnszorg. Dat is ook iets dat we nu echt wel in deze tijden ook zouden moeten steunen. En waarom hebben wij dit voorwerp nu precies gekozen? Kwetsbare mensen. Dat is wat ik zie. En het doet mij onmiddellijk denken aan Paus Franciscus. En de manier waarop hij als een hele pontificaat de nadruk legt op het belang van de relatie met kwetsbare mensen. En ik wou dat ik zo kon citeren uit zijn tekst Evangelii Gaudium, maar ik moet het voorlezen. Een stukje tekst waarin hij ongelooflijk scherp verwoordt hoe onze roeping als christen verbonden is met dat concept van kwetsbaarheid. Ik lees nummer 216 uit 216 in Evangelii Gaudium. Klein, maar sterk in de liefde van God, zoals de heilige Franciscus, zijn wij allen als christenen geroepen de zorg op ons te nemen voor de broosheid van het volk en de wereld waarin wij leven. Wij zijn allen zonder uitzondering geroepen om de broosheid van mensen au sérieux te nemen en dus zorg voor hen te dragen. Het mooie nu aan deze verwoording is dat er niet staat: groot en sterk als we zijn, moeten wij onze verantwoordelijkheid opnemen. Dat staat er niet. Klein als we zijn en dus zelf broos, zijn we geroepen om de broosheid au sérieux te nemen, niet van een klein deeltje van het volk. Nee, de broosheid au sérieux te nemen van het gehele volk, van de hele wereld. En zorg te dragen voor elkaar. En dan denk ik altijd terug aan dat ene liedje van een kleuterjuf in de eerste lockdown, ergens in de Kempen. Wij zorgen voor elkaar, wij zorgen voor elkaar. Daar komt het op neer. Wij allen voor elkaar. Want broosheid en kwetsbaarheid, dat is iets dat we allen delen. Maar daaruit startend is het natuurlijk belangrijk die broosheid bij elkaar te zien. En te durven toegeven dat er mensen zijn in onze samenleving die hartstochtelijk uitkijken naar
mensen die zorg willen dragen vanuit hun kleinheid, maar, met de tekst van Paus Franciscus, sterk in de liefde van God. In dit derde adventsweekend hebben wij aandacht voor de armen te midden van onze samenleving. En willen wij ons voegen in de campagne van welzijnszorg. Voor wie we normaal gezien in onze liturgische diensten van vandaag en morgen een omhaling doen. Door de lockdown is dat onmogelijk. Maar mogen we u dan nu oproepen om toch eens na te gaan of u vandaag nog een schenking kan doen aan een van de projecten van welzijnszorg? Dat is de vraag van vandaag. Willen jullie alstublieft heel concreet vandaag nog zorg dragen voor mensen in nood met de middelen die jij als kleine mens hebt, sterk in de liefde van God? Wat roept deze vraag bij u op, monseigneur? Kijk, als het nu gaat over zorgen voor mensen in nood, dan moeten we denken, je mag nu niet anders, dan te denken aan de mensen die werken in de zorgsector. Allemaal overwerkt, geen amper of geen vakantie gehad sinds de maand maart, die echt op hun zenuwen en op wilskracht aan het werken zijn en dat nog maanden moeten overleven. Als men zegt, de helden van de samenleving, dat zijn die nu voor een groot deel. Niet hen alleen, maar toch voor een heel groot stuk. Ik heb gisteren nog een verpleegkundige horen zeggen, ja, ik weet nu al dat ik de kerstdagen zal moeten werken. Dus met grote waardering die we ook moeten laten blijken. Hoe kunnen wij zorg besteden? Er zijn hulpacties die we niet mogen vergeten en die nu niet op de normale manier kunnen doorgaan. Of dat broederlijk delen geweest is in het voorjaar welzijnszorg nu, hulpacties die nu middelen nodig hebben om goed te kunnen doen. Hoe kun je het nu doen? Laat het ons maar heel eerlijk zeggen, door een overschrijving te doen. En misschien moet dat ook, woord ook eens vallen in de kersttijd. Al komt er niemand rond met een zakje of een enveloppe, een overschrijving kan je doen en is vandaag wel gekomen. Als ik het nog een beetje dichter bij mezelf breng, ja, ik kan moeilijk ter plekke gaan helpen, maar er is altijd de telefoon en er is een manier om contact te houden. En mensen die nu met een telefoontje of op een andere manier mogen ervaren van ze zijn me niet vergeten, dat kan ook wonderen doen. Dan mogen we niet onderschatten hoe een klein gebaar wel degelijk bij mensen nu een verschil kan maken. En nu de straat op. Hoe wordt de advent beleefd in uw buurt? Wachten. Maar waarop? Op een leven na corona, met of zonder vaccin? Op wereldvrede? Op 162 miljoen van euromillions? Op kerstmis, op advent? Op een kind? Op een ouder die je eindelijk mag bezoeken? Wachten, wachten, wachten. Soms is het gewoon wachten. Wait.